Wat zijn uw meest memorabele momenten? Well, momenten die natuurlijk uh, blijven hangen zijn als ministers ontslag moeten nemen. En, eh, dus in, het vorige, in de vorige legislatuur ging dat over Joke Schouwvliegen, uh, ging dat over Annemie Turtelboom. Uh, en dan kan je denken, oké, okay, dat is nu niet direct het meest politiek inhoudelijke, of, uh, of uh, ja, dit gaat dan toch meer om het menselijke drama. Maar daar ga je het bij mij niet over. Bij mij gaat het erover dat op dat moment toch uh, een, een, een parlement laat zien dat de ministers niet de baas zijn. En dat uh, het, het gebeurde dan wel, de ontzagname zelf, buiten het parlement. Maar de deadline was duidelijk, het moet hier uitgeklaard zijn voor het parlement terug bij elkaar komt en de minister zich moet gaan verantwoorden aan het parlement. En als een minister inziet dat iets, uh, ja, dat, dat iets op zijn einde loopt, dat dat niet meer uit te leggen valt, goed praat valt, of dat hij dan zelf zegt van ja, ik, uh, ik stop ermee. Op zo'n moment, ik denk dat dat ook wel uh, één rol is die een parlement moet spelen, dat is, dat is ervoor zorgen dat, uh, dat ministers, de uitvoerende macht, uh, dat die op het rechte pad blijven, uh, dat, die, dat die de juiste. Uh, ...dingen gaan doen uh, dat die verantwoordelijkheid nemen voor, voor hun beleidsdalen, maar ook voor hun woorden. En dus, uh, ja, dat zijn, dat zijn dra dramatische momenten. Uh, dat is niet aangenaam, ook niet, ook niet als oppositie. Het is niet zo dat er dan uh, gefeest wordt, in tegendeel. Dat is, menselijk is dat, uh, is dat ook hard, maar, maar democratisch gezien, gezien is, dat, uh, is, dat, is dat wel gezond. We, het, het ontslag was zeer terecht, maar was natuurlijk... Uh, niet rechtstreeks een gevolg van een beleidsdaad. Hè. Het was het gevolg van ja, een leugen in een, in een opwelling. Ik wil nog wel geloven dat dat een opwelling was. Um, maar uh, het, 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 het was wel... Uh, zij kwam tot die uitspraak omdat ze onder druk stond. Ze stond onder druk van de straat, van het, van het, van het schoolprotest op dat moment, uh, tegen het ontbreken van klimaatbeleid. Uh, ze stond onder druk ook in het parlement van de oppositie, van, van Groen onder meer. Uh, die, die, diezelfde eisen van, uh, van, van de klimaatbeweging en van de spijben van en de scholieren voor meer ambitie, uh, voor meer uh, internationale daadkracht, maar ook nationale daadkracht. En dus ja, dat, uh, dat, dat beleid dat Joke Schouwvlieg voerde was, was veel meer op, op maat van, uh, van Boerenbond bijvoorbeeld en, van, en van, uh, van boeren die natuurlijk een heel belangrijke rol te spelen hebben, maar, uh, maar die ja, in, een, in een soort conservatieve reflex uh, toch vooral die klimaatambitie wou af, afremmen. En, en in die zin was ook ja, de, de plaats waar het gebeurde ook symbolisch het was voor, voor de boeren dat ze aan het spreken was. Uh, dus dus ik, ik, ik denk dat dat wel, ja, dat komt allemaal samen. Zo'n zo, zo, zo ontslag is, is niet contextloos. En, uh, en, en ja, dat was. Op de, op de hoogtepunten van, van het klimaatprotest en, en een Vlaamse regering die, die daar toch niet thuis gaf. Ik heb ik altijd gevonden, hè, ook als ik hier zat hè, en ook als ik voorzitter van Groen was bijvoorbeeld, dat Vlaanderen wel een vierheid mag hebben op, uh, op, op, op wie we zijn en, en, en wat het is en, en als regio een topregio wilt zijn. Uh, en ja, ook internationaal. Hè, ik vind dat Vlaanderen zich internationaal mag tonen en ze heeft op verschillende. Domeinen ook echt wel internationale bevoegdheid hè, over landbouw, klimaat. Alles waar men hier in Vlaanderen bevoegd voor is, eh, is Vlaanderen ook rechtstreeks bevoegd in Europa. Hè, dus België zit daar niet tussen. En ik vind dat, ze, dat, dat Vlaanderen ook een vierheid mag hebben en, en een internationale ambitie mag uitstralen. En, 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 en dat andere regio's eh, met afgunst naar ons kijken, van kijk, zo ambitieus ze zijn. En ik vind eigenlijk dat, dat Vlaanderen op het internationale toneel het tegenovergestelde doet. Hè. Ze, 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 ze probeert. Ja, niet, niet eens de grijze muis te zijn, maar ze probeert onzichtbaar te zijn. En, um, ik heb dat in de vorige legislatuur, Geert Bourgeois was toen ook voor internationale zaken, um, verantwoordelijk. Uh, en ja, ik heb hem daar dikwijls uh, op bevraagd. En omdat ik eigenlijk dikwijls een beetje verweet van je bent nu een Vlaams nationalist, Wel, uh, toon nu in, 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 het, in het buitenland wat Vlaanderen kan doen. Maar ja, het antwoord was daar in het Engels dan. Uh, we doen niet aan goldplating. Uh, we, gaan, we, gaan, we gaan niet voorop lopen, want ja, dat brengt ons dan misschien nadelen. Als wij strengere milieuregels gaan opleggen voor onze industrie, ja, dan kan die industrie misschien niet meer competitief zijn. Terwijl dat ondertussen iedereen al wel weet en ook al wel bewezen is dat. Uh, dat de ambitieuze industrie die voorop loopt, natuurlijk de toekomst heeft. Want die, die, die regels die gaan uiteindelijk ook wel strenger worden op andere plekken. En, en, en de, 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 de fabrieken die de technologie hebben, die de praktijk hebben van milieuvriendelijk produceren, die gaan winnen. Wat zijn uw slechtste herinneringen? De begrotingsdebatten. Uh, Plenair, niet zozeer in de commissie Financiën of, of in de andere commissies, maar Plenair, dat was echt een saaie boel, eigenlijk. En dat was echt uh, aftellen tot dat over was. Dus dat, dat was een systeem. Ik denk dat ze het ondertussen veranderd hebben, maar ik weet niet precies hoe het nu loopt. Dus ik kan alleen spreken van de vorige legislatuur. Dan was dat twee, drie dagen uh, waarop er thematisch gesproken werd. Dat er werden minuutjes verdeeld. Dan ging het over, ik zeg maar iets, erfgoed. Uh, of dan ging het over mobiliteit. En dan kwam elke fractie daar iemand één minuutje, anderhalf minuutje iets over zeggen. Uh, maar daar zat geen spankracht in, uh, daar zat geen pingpong uh, regering, parlement in. Uh, dat, 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 dat was een soort pleiale van spreekbeurten en dat kwam door het systeem. Hè. Dus ik, ik, ik verwijt dat geen enkele collega, we deden daar zelf ook aan mee omdat het systeem zo was. Maar uh, dat, uh, dat had weinig impact. Uh, dus uh, ja, dat heb ik altijd rare sessies gevonden. Uh, en, uh, maar goed, ik heb begrepen dat ze het veranderd hebben, maar ik weet niet precies op welke manier. Dus. Wat zijn nu verwezenlijkingen? Wel, uh, er zijn een paar dingen waar ik uh, echt fier op ben uh, uh, over de periode dat ik hier gezeten heb. Eén uh, ding was. Bijvoorbeeld de goedkeuring, een unanieme goedkeuring van een resolutie tegen massavernietigingswapens en tegen kernwapens. En dus dat was een initiatief dat ik genomen had vanuit de oppositie. En dan, ja, dan weet je dat het een lange mars is om een meerderheid te bereiken als opposant. Maar dat is dan toch gelukt in, in goede samenwerking met Wilfried van Dalen van de NVA. En ik vind het een beetje. Net zoals ik daar net sprak van dat Vlaanderen internationaal een rol moet spelen, een topregio moet zijn. Vind ik ook dat Vlaanderen eigenlijk een, een, vredes, een vredesregio moet zijn. Dat is in mijn ogen een element van het DNA van, van Vlaanderen. De Vlaamse beweging is ook in haar ontstaansmythe, eh, toch bij de frontbeweging in de Eerste Wereldoorlog geboren. En, en nooit meer oorlog was daar, was daar een, een, een kerngedachte die daar uitgekomen is. De Vlaamse beweging in haar geschiedenis, hè, ik zie dat minstens de Vlaamse nationalistische partijen daar, daar nu eigenlijk van afgestapt zijn, wat eigenlijk een pacifistische beweging, ook de volksunie, had als partij daar heel duidelijke standpunten over. Um, dus allez, je ziet dat, dat, de, dat, de, dat de Vlaamse ontvoging maar een stuk ook wel te maken heeft met, 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 met vredegedachten en met... Um, met ook, uh, allez, het, het, het eerste massavernietigingswapen was misschien wel het Iperita die in, in, in de eerste wereldoorlog gebruikt werd in Vlaanderen. En dus ik vind dat, uh, dat, dat daarover uh, Vlaanderen, allez, we zijn Hiroshima niet, maar je ziet dat Hiroshima als stad die als eerste de kernbom eh, eh, over zich heeft gehad ook wel een internationale rol opneemt in, in, in de strijd voor vrede en tegen massavernietigingswapens en kernwapens en eigenlijk vind ik dat Vlaanderen dat ook zou moeten doen en daar en daar die resolutie is wel uh, ja dat is daar wel uh, unaniem uiteindelijk gesteund uh, waar dat er dus uh, een, een duidelijk standpunt genomen wordt tegen massavernietigingswapens tegen kernwapens dat zijn blinde wapens die die maken geen verschil tussen militairen en tussen burgers en tussen, en, 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 en tussen onschuldige kinderen weet ik veel wat uh, ook niet militaire infrastructuur of een ziekenhuis dat maakt er allemaal geen verschil tussen dus dat zijn wapens die eigenlijk illegaal zijn en um, ook het is gekoppeld aan het feit dat er aan, aanwezigheid is van kernwapens in kleine broden dus in Vlaanderen en dat men daar ook eigenlijk van af zou moeten dus uh, ik ben ik ben blij dat daar een unaniem standpunt over was ja daarna is daar vind ik uh, weinig mee, mee gebeurd uh, door de door de Vlaamse regering, ze hebben dat wel aan de Belgische regering laten weten en zo, maar zeker omdat er een internationaal proces bezig is om een nieuw uh, verdrag te maken om kernwapens ill uh, illegaal, dus te verbieden, hè. Uh, net zoals uh, andere chemische wapens verboden zijn. Maar uh, België gaat daar niet mee en, en Vlaanderen ook niet. En dus uh, goed, Vlaanderen kan daar niet rechtstreeks uh, in, in participeren, maar, 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 maar zou daar wel standpunt kunnen innemen. Dus ik vind dat er door de regering te weinig is mee gedaan. Maar ik ben wel blij uh, door... Allee, de standputina van het parlement. Uh, een tweede, als ik dan uh, het, het lijstje van maak, ik had er drie in mijn gedachten, uh, gaat over uh, Saoedi-Arabië eigenlijk. Ja, dus ik zat in de commissie internationaal, vandaar dat ik nogal wat internationale thema's naar voren haal. Uh, maar dat ging erover dat FIT, dus Vlaanders Investment and Trade, een, een, een dienst van, van onze Vlaams gewest, een handelsmissie opzetten naar Saudi-Arabië. En, en dat was ook met heel wat bezoeken aan staatsbedrijven enzovoort en aan het regime gelinkte actoren. Uh, waar uh, ja, op dit moment dat, dat regime en, en die staat natuurlijk heel problematisch zijn. Zowel met de omgang van, van mensenrechten. Hè. Ze hebben ook nog uh, de journalist uh, Khashoggi hebben ze vermoord. Uh, je ziet daar, ze zitten in, in, een, in een echt uh, niet te verantwoorden oorlog in Jemen, uh, die, 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 ze, die ze aanvoeren. En dus, ja, dat is eigenlijk een, een regime waar je niet mee samenwerkt. En dus, uh, ik, well, er waren eigenlijk ondernemers die het mij gesignaleerd hadden: van ja, dit, dit aanbod krijgen wij hier van fit. En ja, dat, dat vond ik echt niet, niet passen met, uh, met, met de, de doelstelling, die, die ook door, door zichzelf, door de Vlaamse regering, werd geformuleerd: dat men mensenrechten belangrijk vond in het buitenlands beleid. Dus dan hebben we dat uh, aangekaart, uh, eerst via de, de media en dan uh, in, in de commissie. En dan heeft uh, Bourgeois, die verantwoordelijk minister was, uh, toch die, uh, die, die missie afgelast. En, uh, en die heeft ook in, in het parlement dan aangekondigd van oké, okay, we hebben het opnieuw bekeken en uh, het was een fout en we mogen dat inderdaad niet doen. Dus goed, dat is dan misschien uh, niet het, het, het grote wereldschokkende feit, maar, maar, maar toch denk ik uh, belangrijk. In de zin van dat er ook een moreel kompas moet staan in uw economische ontwikkeling. En dat je uh, dat toch vanuit het parlement op zo'n moment kunt, uh, een minister uh, van, 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 van actie doen veranderen. En een derde dossier waar ik denk ik wel hard op gewogen heb, is alles wat te maken heeft met de overkapping van de ring in Antwerpen en de, en, en, en de, de Oosterweeverbinding. Dus dat is dan minder internationaal. Alhoewel natuurlijk, hè, Antwerpen, stad van de wereld. Maar. Uh, dus daar, is, daar, daar was groot maatschappelijk protest tegen de oorspronkelijke plannen van Oosterweel. En ook uh, het feit dat dat niet gekoppeld werd met maatregelen voor leefbaarheid, voor gezonde lucht, voor meer ruimte, zoals een overkapping allemaal met zich meebrengt. En dus uh, ja, de, de parlementaire oppositie daartegen, uh, dat heb ik vooral gevoerd. En dus de, de combinatie, ik geloof, ik geloof daar ook heel erg in, in een de democratie, in de combinatie tussen parlementair werk en, en, en maatschappelijk. Uh, Actoren en, en, en debatten en, en, en ideeën en argumenten die aangereikt worden. En dat heeft wel gewerkt, want ja, uiteindelijk heeft, heeft de regering toch hun, hun, hun geweer helemaal van schouder veranderd. Wat is het grootste pijnpunt van het Vlaams parlement? Wat, wat ik een pijnpunt vind is eigenlijk dat de debatten heel vaak gevoerd worden op, op korte termijn en inzoomend op details. En elk, alle, elk detail doet ertoe, dus dat wil niet zeggen dat dat op zich een probleem is. Maar het probleem is misschien dat er dan weer iets te weinig de meer structurele lange termijn debatten gevoerd worden. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een Vlaamse regering, die vorige legislatuur spreek ik over, een document maakte, visie 2050 van waar moet Vlaanderen staan in 2050. En dat was eigenlijk een redelijk goed document, vonden wij ook vanuit Groen. Dus als je dat, 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 dat klimaatneutraliteit was belangrijk, het maken van een circulaire economie, um, uh, armoede verminderen, veel natuur. Allee, alles wat daarin stond, was van ja, eigenlijk inderdaad, hè, da, daar zouden we moeten geraken in 2050. Dus er is op zich niet zoveel debat over geweest, over dat document. Maar je ziet dan dat de beleidsmaatregelen op korte termijn, waar die visienota op lange termijn dan die richting uitgaat, de, de goede kant op, dan werden er heel veel korte termijn maatregelen genomen die dan de andere kant uitgingen. En ik vond het dan heel bizar dat een parlement dat die visienota wel ook heeft, denk ik zelfs goedgekeurd, tenminste minstens kennis van genomen heeft, dan niet de reflex heeft om te zeggen ja, wat je nu doet op korte termijn past helemaal niet in waar we het eigenlijk over eens waren waar we naar de lange termijn moeten gaan en het is dat soort uh, bij, bijziendheid denk ik dat, er, dat ervoor zorgt uh, dat dat soort verkeerde beslissingen kan, kan blijven genomen worden de dat, 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 dat lange termijnvisie is bijna een schaaplapje of een excuus om te zeggen maar op lange termijn gaan we dat doen maar op korte termijn gaan we nu toch nog even eerst dit dus uh, ik vind dat uh, nu dat is, dat is iets van het van de politiek in het algemeen misschien. Allee, dat is daarom niet uh, een, een, een rechtstreeks verwijt aan het Vlaams Parlement, maar dat is, ik heb dat in, in het parlementaire werk wel, wel zien gebeuren. En misschien het, het andere punt is toch ook wel dat um, ja, een, een parlement ten opzichte van uh, de regering ja, misschien nog net uh, iets te weinig te zeggen heeft uh, en ook de vrijheid van het parlement. Om dingen te beslissen uh, is, 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 heel, is, is heel krap bemeten. Hè. Er, was een, er was een overeenkomst hier tussen de meerderheidspartijen van, van de vorige legislatuur, van dezelfde, het zijn dezelfde nu, maar ik weet niet of er nog zo'n afspraak bestaat, dat er eigenlijk ja, uh, dat, een, dat een fractie, een parlementaire fractie, geen enkele vrijheid had van de meerderheid om. Bijvoorbeeld een initiatief te nemen met een oppositiefractie als niet alle meerderheidsfracties daarmee eens waren. Natuurlijk, eigenlijk, dat is dan een afspraak die gemaakt wordt tijdens de regeringsvorming, eigenlijk zet op die manier via de fractie, via de partijloyaliteiten van de meerderheidsfracties, zet ze mogelijk parlementair debat of eh, mogelijk miselweerderheden of zet die volledig buitenspel. Het, 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 het is zelfs zo dat. Dat als bij wijze van spreken Open VLD met Groen samen iets zou voorstellen en N-VA vond dat dat niet kon, dan mocht Open VLD dat niet doen, hoewel ze daar inhoudelijk zouden staan. Dus dat, dat, vers, dat verkleint de speelruimte van het parlement veel, veel te hard en dat, is, dat is, uh, vind ik uh, niet, niet gezond. En, en, en dus uh, ja, uh, ik, heb, ik heb daar een, een, een voorbeeld van het tegendeel gegeven met die resolutie rond Rond de, de kernwapens, maar eigenlijk uh, is er daardoor heel weinig mogelijk. Dus je kan heel veel initiatieven nemen van, vanuit het parlement. Uh, maar er is uh, heel, heel weinig kans dat dat, dat, dat ooit uh, tot, uh, ja, tot zijn wasdom komt. En dat is, uh, dat is spijtig. En dat is voor alle duidelijkheid helemaal geen verwijt aan de. Uh, Parlementsvoorzitters. Uh, ik vond dat Jan Peumans in de vorige legislatuur, en naar ik begrijp uh, doet de, de, de huidige voorzitter het ook heel goed, altijd opgekomen is voor het parlement. En als er, als er vragen gesteld worden vanuit het parlement om, uh, om, om daar uh, om documenten te krijgen of zo, dan, dan, dan staat de, de voorzitter, uh, zowel Peumans als Homans, daarachter, gaan die, gaan die daarmee voor. Uh, maar het, het, zijn, het zijn afspraken bij regeringsvorming tussen partijen die het eigenlijk het parlementaire debat heel moeilijk maken. Wat vindt u van de nieuwe parlementsleden? Uh, ja, ik vind ze natuurlijk uh, stuk voor stuk kanjers. <laughs> nee, uh, ik, 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 uh, ik zit nu niet in het parlement. Dus van, van Groen, de mensen van Groen ken ik. Hè, dus, uh, dus die vind ik zeker, uh, zeker absoluut op hun plaats zitten. Uh, de nieuwkomers, de andere nieuwkomers, geef ik allemaal het voordeel van de twijfel. Ik, ik, ik volg niet alle debatten, dus ik kan ze ook niet, niet beoordelen. Uh, ik denk dat eigenlijk... Uh, de, de, door, door de samenstelling van het parlement, uh, door het feit dat het Vlaams belang hard gegroeid is. Uh, heel hard tot mijn frustratie als u het over frustratie had. Uh, um, en dat je ook ziet dat, dat de, de Partij van de Arbeid enkele verkozenen heeft, uh, dat, er, dat er toch wel daardoor uh, misschien. Uh, meer, nog meer debat komt enzovoort. Dus, uh, dus, dus dat, dat, dat is misschien een dynamiek ook die, die, inter, die interessant is uh, voor het parlement. Uh, maar maar ik, ik, ik denk dat is ook mijn, uh, mijn oproep of, of uh, mijn, mijn goede raad. Uh, dat, uh, dat er toch nagedacht wordt in het parlement ook over hoe er met buiten het parlement omgegaan wordt. En, 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 en hoe je mogelijkheid geeft, niet alleen aan de parlementsleden. Maar ook aan burgers om mee op het, op het politieke debat te, te, te wegen. Maar dus als het gaat over parlementsleden, moedig ik ze allemaal aan om goede parlementsleden te zijn, maar ook om die band met de samenleving en dus mogelijk ook de democratische vernieuwing om daar werk van te maken. Mist u het parlement? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, de eerlijkheid is niet zo hard, uh, dus uh, ik uh, wel de, 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 de mensen natuurlijk, allee, hier die waren hele fijne collega's. Uh, en ja, de, de, de politiek is, is geweldig boeiend, uh, maar ja, het, het, het Vlaams Parlement uh, is soms ook, allee, dat zijn soms lange zittingen, uh, niet altijd even boeiende zittingen enzovoort. Dus, dus er kroop ook wel heel wat tijd. Uh, en dus ik doe daar geen enkel uh, punt af aan het belang van een parlement. En dus dat moet allemaal gebeuren. Uh, maar allee, om te zeggen dat dat altijd tot, tot grote vreugde en vermaak was van wie er in de zaal zat, dat is natuurlijk een andere zaak. Ik moet wel zeggen dat ik ook vind dat de diensten van het Vlaams parlement zeer goed werken. Dus die, die, zijn, die zijn zeer efficiënt, zeer hulpvaardig. Uh, en dus ja, goed, die mensen... Het is niet dat je die elke dag zie en daar grote vrienden mee wordt en, en dat je die nu dan heel hard mist ofzo. Maar, maar de, de sterkte van de organisatie van het Vlaams parlement en van de diensten van het Vlaams parlement, die verdienen toch zeker een pluim. En dat zorgt ervoor dat je ook in alle gemakken op je politiek werk kunt concentreren als je hier in het parlement bent. Wat doet u nu? Wel, ik ben op 1 september begonnen bij VDK-bank in, uh, in Gent. En ja, dat vind ik op zich wel, wel heel belangrijk en mijn vizier staat nu in die richting. Omdat dat, uh, ja, dat gaat over duurzaam en ethisch bankieren, dat is, dat is mijn opdracht daar. En ja, de, de banken spelen natuurlijk een enorme sleutelrol in, in heel dat economisch systeem. Dat is heel, heel hard nodig dat, dat in, in, in de bankenwereld. Dat er ethisch uh, en duurzaam uh, ja, gebankierd wordt. Want, want, want je ziet toch dat eigenlijk banken veel effect hebben op zowel de hoeveelheid geld dat er in de omloop is, als waar dat geld voor kan gebruikt worden. Want men maakt afwegingen van waar dat er krediet voor kan gegeven worden en zo. Uh, en die afwegingen die zijn uiteraard voor een stuk economisch van aard. Van zijn de dingen die hiermee gaan gebeuren wel, uh, wel levensvatbaar economisch. Maar die afwegingen die kunnen en moeten ook verder gaan van wat zijn effecten op milieu, op mensenrechten enzovoort. En dus uh, dat, is, uh, ja, dat is een sleutelspeler in de economische ontwikkeling, ook banken, naast uiteraard de overheid en de bedrijven zelf. En dus uh, ja, de VDK is er al op een hele goede manier mee bezig, voor alle duidelijkheid. Maar ze willen daar nog verder in gaan en ik wil daar graag aan meewerken. En Dus ik heb daar veel goesting in, en daar, daar staat nu mijn vizier.